Goedendag, we krijgen te maken met een forse weersverandering de komende periode. En in deze 10-daagse gaan we daar eens uitgebreid naar kijken. We beginnen met weer een temperatuurrecord. Het is namelijk nog nooit zo warm geweest sinds de metingen in de eerste decade van oktober. Hier zien we dat staan. Het nieuwe record uit 2023. De gemiddelde temperatuur over de eerste 10 dagen. 16,6 graden. En dan mag je zeggen dat het record echt verpulverd is. Want het oude record was 15 graden en stamde uit 2001. En die 15 graden, ja, ik vind het toch wel mooi om dat even in perspectief te plaatsen. Want we hebben ook nog even de vorige records erbij gezet. Het was allemaal zo rond die 15 graden. En nu dus ruim 1,5 graad warmer. Dat kwam overigens vooral ook omdat de nachten zo warm waren. We hadden heel veel nachten in die eerste decade van oktober met temperaturen boven de 15 graden. Ja, en dan kan het natuurlijk hard gaan. Nou, het weer gaat wel veranderen. Volgende week krijgen we echt wel te maken met temperaturen die veel meer passen in het beeld van oktober. Want de afgelopen tijd is het natuurlijk erg zacht geweest. En de komende dagen, ja, hebben we toch ook nog wel eventjes te maken met hoge temperaturen. Ik begin met een satellietfoto. Een satellietfoto van woensdagochtend. En dan wil ik u wat dingetjes op laten zien. Ik ga dan een koufront tekenen. Dat loopt zo'n beetje hier. We hebben een warmtefront. Dat loopt zo'n beetje hier. En dan teken ik nog een koufront. Dat loopt ongeveer hier. Een wolkenband met neerslag die ten noorden van Nederland ligt. De meest actieve bewolking. Maar langzaam maar zeker onze kant op gaat komen. En dat koufront dat gaat in de loop van de avond en nacht passeren. Woensdag op donderdag. Dat gaat regen brengen. En dan krijgen we vrijdag nog een keer dit systeem. Wat vanuit het zuidwesten komt opzetten. En krijgen we opnieuw met regen te maken. Hier aan de zuidkant van dat frontale systeem veel warme lucht. Hier in het noorden, daar zit de koude lucht. Ook mooi die buien boven de Noordzee en boven de Oceaan. Ze zijn goed zichtbaar. Prachtig weer in Frankrijk en Duitsland. Wij hebben toch wel te maken met wolkenvelden vandaag, waar de zon veel moeite mee heeft. Het gaat dus wat veranderen. Wij krijgen te maken met koelere lucht. En dat is ook goed in de bovenlucht te zien. Ik pak daarvoor eventjes het 500 hectopascal kaartje erbij. Het patroon, dat is op zo'n 5 kilometer hoogte. En dat geeft goed weer dat die temperatuur in de bovenlucht gaat veranderen. We zien nu vooral die gele tinten boven onze omgeving. Dat is milde lucht, maar langzaam maar zeker wordt het kouder. Ik zet de animatie in beweging en dan zien we dat dat blauw langzaam maar zeker wat gaat uitzakken. En dat betekent dat de atmosfeer kouder wordt en dat je ook aan de grond met lagere temperatuur uiteindelijk te maken gaat krijgen. Hier zien we dat heel duidelijk. Echt koud wordt het in Scandinavië, maar ook in de Benelux krijgen we duidelijk met die lagere temperatuur in de bovenlucht te maken. Het is wel zo dat er na het weekeinde een hoge drukgebied dominant wordt. Dus het weerbeeld erbij, dat blijft toch wel betrekkelijk rustig. Ik ga u dat laten zien op basis van de grondkaarten. Die pakken we eventjes weer op woensdag op. Dan zien we eerst weer dat frontale systeem, wat dan zo'n beetje net ten noorden van Nederland ligt al, of over Nederland heen. En dat gaat passeren. Ik zet de animatie aan, dan zien we hier dat het front gaat passeren. Dan blijft het een beetje slepen boven het zuiden van het land op donderdag. Dat wordt dus een wat bewolkte en natte dag daar. En dan vrijdag, dan komt nog een keer dat systeem door. Overigens, vrijdag, zal ik u zo op de weerkaart laten zien, wordt er met een zuidwestelijke stroming wel zeer zachte lucht aangevoerd. Temperaturen ruim boven de 20 graden is de verwachting. Maar het weerbeeld daarbij, dat is niet echt top. We zetten de animatie weer in beweging. Hier zien we dat die nattigheid op vrijdag, veel wind ook op vrijdag. En dan in het weekeinde een noordweststroming. En die noordweststroming die gaat er dan al voor zorgen dat we langzaam maar zeker met die afkoeling te maken gaan krijgen. En die afkoeling die merken we dan ook begin volgende week. Die noordweststroming die gaat geleidelijk aan verdwijnen. We zien een hoge drukgebied hier boven het Verenigd Koninkrijk. Dat hoge drukgebied dat zorgt in eerste instantie op zondag nog voor die noordweststroming. Maar ergens op maandag gaat die stroming om, omdat het hoge drukgebied dan naar het noorden trekt. Dit is het Amerikaanse model. Die is iets trager met die verplaatsing van het hoge drukgebied als we dat vergelijken met het Europees model. Maar uiteindelijk zien we hier dan toch ook die oostelijke stroming. Ik zet de animatie nog een keer in beweging. Dan hebben we alles nog even op rijtje. Eerst dus dat wisselvallige weer op donderdag, vrijdag. Dan in het weekeinde die noordweststroming. En dat het hoge drukgebied wat binnen gaat komen. En uiteindelijk begin volgende week voor die oostelijke stroming zorgt, waarin een stuk koelere lucht wordt aangevoerd. Hier zien we
zien we dat gebeuren. Hier is dan die oostelijke stroming een feit. Ook zeer wisselvallig weer boven Centraal-Europa. Verwacht ook wel de eerste sneeuw in de Alpen. En dat wisselvallig weer hangt daar samen met de depressies die nu veel zuidelijker zijn. Hier is heel duidelijk dat krachtige hoge drukgebied aanwezig. Nou, wat betekent dat op de kaartjes? Ga ik u zo laten zien. We gaan eerst eens eventjes kijken naar het weerbeeld voor donderdag. Nog even in gedachten. Dat front dus, wat vannacht passeert van noord naar zuid. En dan donderdag overdag een beetje over het zuiden blijft slepen. Dan moet u zich voorstellen dat dat bewolking en regen oplevert in het noorden. Dan hebben we toch wel te maken met af en toe wat opklaringen. Kan de zon zich ook laten zien. Donderdag een dag met wat lagere temperaturen. Zeker in het noorden, omdat dat aan de koude kant is van het frontale systeem. De wind die stelt op donderdag niet veel voor. Op vrijdag is dat heel anders. Dan is de wind weer zuidwest geworden, krijgen we zeer zachte lucht over het land. 22 tot misschien wel 24 graden, maar wel een wisselvallige dag. In de ochtend kan er al veel regen vallen en met name ook in de middag en avond kan het goed nat worden. En u moet zich ook voorstellen dat volgende week de herfstvakanties gaan beginnen. Vrijdag kan wel eens een hele drukke ochtend- en avondspits gaan opleveren met dat wisselvallige weer. En met name vrijdagmiddag dan ook het vakantieverkeer wat op gang gaat komen met die regen en met die wind. Dan het weekeinde, dan hebben we die noordwestelijke stroming. En dan hebben we ook nog wel te maken met wisselvallig weer. We zien nog steeds dat de neerslagkans op zaterdag en zondag erg hoog is. Wat overigens ook opvalt, op vrijdag de gele balk. Dat betekent dat er op veel plaatsen meer dan 10 mm valt. Er wordt zelfs verwacht dat hier en daar boven de 20 mm kan gaan vallen. Dat geldt overigens ook al voor de nacht van woensdag op donderdag. Heel lokaal kan het flink doorplensen. Goed, dat is dan donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag ook nog nat. En vanaf maandag dan komt dat hoge drukgebied naderbij. En dan gaat dat weerbeeld geleidelijk aan weer droger worden. En dat zien we dan ook terug hier maandag. Dan is dat overgangsdag, maar dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en ook zaterdag. Dat lijken droge dagen te gaan worden onder invloed van dat hoge drukgebied. Maar er gaat dus wel wat veranderen. En dat is die windrichting. Dat kunnen we prachtig mooi laten zien aan deze kaart. We hebben hier nog te maken af en toe met die zuidwest. Woensdag, donderdag, vrijdag. Zaterdag, zondag veel geel en lichtbruin. Dat is een west-noordwestelijke stroming. En dan komen we begin volgende week met heel veel paars in de verwachting. En dat is een oostelijke wind, oost-zuidoost. En dat betekent echt wel wat koudere lucht. Dat gaan we vooral ook in de nachten merken, zeker als er ook opklaringen zijn. Dat kunnen we dan mooi laten zien in het temperatuurprofiel. Eerst nog die vrij hoge temperaturen met die piek ook op vrijdag. Dat wisselvallige weer, maar wel met die zachte lucht. Dan de vrije val van de temperatuur in de loop van het weekend met die noordwestwind. En dan blijft die temperatuur over het algemeen zo tussen de 10 en de 15 graden overdag. En de nachten worden ook kouder. Voor het midden van het land al onder de 5 graden. Ga je kijken naar het oosten, zuidoosten, komen we echt al dicht bij het vriespunt. En aan de grond komt het misschien wel tot vorst aan de grond. Kortom, volgende week toch wel de dikke jas aan. En ga je vroeg op pad met de fiets of met de brommer, dan denk ik dat handschoenen ook een goed idee zijn. Nog een fijne dag.